Ja, en hier zo bijna het onmogelijke gebeuren, dames en heren. Als de dame met drie keer één uit de kwalificatiemarges 1, 2 en 3 zometeen maar liefst drie plaatsen achteruit zou moeten om daar ruimte te geven aan Laura Paasen. Maar ja, dat zit er op dit moment nog helemaal niet in. Is helemaal niet aan de orde. Want Lizzie van Schijndel bent dus drie keer één en dit is de vierde marge. Dit is geen finale, maar een vierde marge. Moet ik alle puntjes bij elkaar optellen. Ja, en dan is het heel simpel stellen, dames en heren. Als er niets gaat veranderen in deze ranking, is Lizzie van Schijndel met al drie keer een eerste plaats in de kwalificaties heel goed bezig. Want daar komt ze wel aan. Laura Paasen nu op plaats nummer 2. En ook al wint ze nog een plaatsje op Lizzie van Schijndel, dan haalt ze toch niet. Want ze heeft al drie keer één gescoord. En gaat dus gewoon Gelders kampioen 2012 worden. Lizzie van Schijndel voor de tweede plaats van Laura Paasen. Ja, ja.